hier op dit moment in de gasfabriek, hier in Meppel. En ik heb hier naast me staan David. David, tussen haakjes, fotograaf. Klopt, hè? Ja, en de... En we hebben hier een tentoonstelling van jouw allermooiste foto's. Ja. Ja. Nou wil ik graag aan jou vragen, hoe ben je nou zo gekomen, hoe ben je nou zo gekomen om te gaan fotograferen? Ik kom door mijn ouders. Bijna jaar geleden is mijn moeder geleerd, hè? Geleend. Geleend. Ja, geleend. Fototoestel geleend. Of, ik bedoel, geleerd. Geleerd, ja. Oké. Okay. Ja. En want je moeder staat namelijk naast me. En dat is mevrouw... Marianne de Graaf. Marianne de Graaf, ja. En hoe vindt u dat nou zo? Want hij heeft natuurlijk een klein beetje moeite om te communiceren. Maar volgens mij communiceert hij met foto's. Dat klopt. Dat klopt. En dat is ook... Voor ons was het de bedoeling zo van, nou, met je camera kan je overal plaatjes schieten waar je geweest bent. En dan kunnen we 's avonds bij het aflaaien van die plaatjes, kunnen we even kijken of we daar een gesprekje over kunnen voeren. Van waar was je en hoe lang was je daar en wat vond je er nou leuk aan? En in de loop van de jaren ging hij inderdaad meer experimenteren, ook met onze camera. Met inzoomen, met macro-opname maken, heel dicht bij een plantje. En wij zeiden ook wel eens, ga eens door de hurk. Neem het niet altijd van boven. Nou ja, dat soort dingen. En neem je al wat tegen de zon in. En een bijwerking die we eerst nog niet vermoed hadden, is wel dat als hij bijvoorbeeld zo'n groepje, zoals deze accordeonspelers, hier fotografeert, dan laat hij dat plaatje zien. En dan heeft hij ook gelijk even interactie. Heeft hij ook even een gesprekje. Zeggen ze, oh mooi, leuk geworden. Wat is nu het leukst dat jij fotografeert? Dus wat vind jij nu het leukst om te gaan fotograferen? Om de man zijn de kinderen. Kinderen, dat klopt, ja. Kinderen. Ja, hier staan niet zoveel foto's van kinderen, maar volgens mij hier beneden staan wat meer foto's van kinderen. Nou, volgens mij heb je hele bekende Nederlanders gefotografeerd, zoals Willeke Alberti heb je gefotografeerd. Ja, daar ben ik nog, ja. Daar ben ik nog, ja. Ja, en je hebt ook, als ik zo zag, wat je, had je ook Jo van den Ende had je gefotografeerd? Ja, Jaap en zijn vrouw. Je moet niet de vrouw vergeten. Graveer je ook voor de Meppel Courant? Ja. Ja. En is het dat je geregeld foto's naar hun toe stuurt? Ik merk ook dat je er dus ook meer op gaat letten. Zo van, ja, het is vandaag zus of zo weer. Dus even kijken wat het weer morgen is. En dan moet ik een plaatje schieten wat erbij past. Maar de krant heeft natuurlijk een veel groter aandachtsgebied. Dus regelmatig zeggen wij wel eens van, weet je wat, we pakken de fiets of we pakken de auto en we zetten meneer de fotograaf voorin. En... Maar ik heb gehoord dat je een van de eerste foto's, het was een foto, heb je gestuurd naar Peter Timofee van RTL4. Ja. Nou, ik moet zeggen, we hebben al een heel verhaal hebben we gehoord en we hebben hier al hele mooie foto's. Fotografeer alsjeblieft nog even door, want die foto's zijn zo geweldig mooi. Ja, dat zeg je toch? Doe je zeker toch? Ja, zeker. Oké, zeg bedankt voor het interview. Ja. Ik ga het gaan beginnen. Ik ben David de Graaf. Geboren in dit viertuig. Tot avond. Is de kleur en het ene is de kinderen in beeld. En de Elias van Piet. En de voordat ik heb, het ging de deur. Ik heb een kapot. Ik heb eigenlijk best al een maand hebben wij dan een rondreden. En wij gaan alle circus nog eens die in de streek op.
Als je van jezelf een beetje weet dat je een handicap hebt, nou dat weet jij van jezelf heel goed, dan is het misschien nog wel belangrijker om iets te hebben waar je in uitblinkt. Dingen in beeld vastleggen. En dat is, ja, dat doe je goed. En dat, ja, we gaan, en hij, de, ja, die champagne jongens, dat is wat heel bijzonders, hè. Ja. Zodat wij weten waar je bent geweest. Want soms is dat misschien wat moeilijk uit te leggen. En daardoor begon je eigenlijk wel fotograferen heel erg leuk te vinden. En het werd steeds beter en dan kreeg je een betere camera en een beter standpunt. Nou, hartelijk welkom, dames en heren. Blij dat u er al bent. Dat had jij al stiekem gezegd. Maar ook namens mij, blij dat u er bent. En hij zegt ook wel één grote wens. Als het een echt feest werd, wat worden dan wij? Noem het personeel, laat de champagne maken. Een glas champagne. Een glas champagne, dat maakt het toch wel echt feestelijk. Maar hij dacht er wel even aan van ja, moet het wel met alcohol? Want sommige van u gaat misschien ook nog in de auto naar huis. Ja. Jongens, proost. David, hij is geopend. Gaat u allemaal kijken.